Kommaier. Normaal scheidsrechter, stond op Lakeside. Nu voor de tweede keer achter de schermen bij de PDC. Wat doe je precies hier? Ja, wat doe ik precies? Het is een heel duur woord en het heet graphics operator. Okay. Klinkt heel interessant, maar eigenlijk ben je gewoon de baas over de scorebord en alle statistieken die de mensen willen zien thuis. Mm-hmm. En ik van tevoren maak ik het hele toernooi en dat alles in de balkjes, first to six. En nou, dat zet ik allemaal klaar, zeg maar. Oké. En tijdens de wedstrijd, hoe moet ik dat zien? Je stuurde net naar mij een foto terwijl je bezig was. Ben jij dan op die knopjes aan het klikken of hoe werkt het precies? Nou, elke score die de scheidsrechters oproepen, ja, die tik ik in. En zodra ze op een dubbel staan, moet ik ook nog bijhouden tussendoor op welke dubbel dat ze gegooid hebben. Mm-hmm. Dus dat doe je dan ook nog tussendoor. Is het leuk om te doen? Ja, eigenlijk wel. Want het is een hele goede groep mensen waar je mee werkt. Die groep die doen alle Eurotours al jaren en ze doen ook World Series. En ik ken al die jongens al jaren. Dus nee, het is een wereldteam en het is hartstikke leuk om mee te werken. En je kan het gewoon een keer in je spijkerbroek doen. En gewoon op een stoeltje in plaats van op een podium. Ja, je hoeft niet een mooi pak aan inderdaad. Dat is ook wel eens lekker. Hoe ben je hier eigenlijk ingerold? Want het is eigenlijk een beetje een triest verhaal, zei je net ook al. Maar... Ja, dat klopt. De jongen die het normaal allemaal deed, dat weten de meeste mensen wel, is Michael van Dijk. Alleen daar is, die is ziek op dit moment. Ja. En die, we hopen dat hij er weer snel terug is natuurlijk. Alleen ze zochten voor een paar keer een invaller. Dus ik ben nou een... paar weken invallen voor Michael en hopen dat Michael snel weer terugkomt natuurlijk. Ja, had je snel door wat je nou eigenlijk moest doen? Want het is allemaal niet zo heel moeilijk natuurlijk, met name voor jou als scheidsrechter. Maar ja, ben je gewoon goed ingeleid daar bij dat baantje van PDC Europe? Ja, zeker. Ja, het heeft niet zoveel met de PDC Europe te maken, want het is van de productiecompagnie. Het is Keytown. Mm-hmm. En ik ben één avondje wezen trainen in Zeewolde, want daar is de loods. Ben ik een avondje wezen trainen, hebben we testpartijtjes met z'n tweeën, hebben we dat zitten doen. Okay. Met een andere invaller. Die is normaal cameraman, maar die doet het ook af en toe een paar keer graphics als ik niet kan. Dus dan zijn we avondje wezen testen en nu knopjes drukken. Ja. gaan we je vaker zien, achter de schermen dan. Dus eigenlijk, we zien je natuurlijk niet, maar ga jij vaker naar een Eurotour dit jaar, nog of een ander toernooi? Het plan is dat ik de World Series in de Ziggo Dome ga doen en in Trier de Eurotour. Netjes. En als scheidsrechter? Dutch Open natuurlijk is de aankomende en daarna... naar Australië voor de Australian Open Darts. Naar Australië, heb je er zin in? Ja, dat is wel een van de hoogtepunten van het jaar. In 2019 zijn we ook geweest. Mm-hmm. Dus ga ik eerst een week naar het Australian Open Darts voor de WDF. Ja. En daarna twee jongens, Little Richard en Dion. Dion is, die produceert alles. Mm-hmm. En die moet ook de World Series produceren. Dus dan ga ik een week mee. En dan het liefst wil ik ze allemaal doen, maar na twee weken ga ik terug. Ja, zonde, maar sowieso wordt het een hele... leuke ervaring natuurlijk, super, super gaaf. Ja, natuurlijk. In 2019 ben ik er geweest en dat was wel een van de mooiste ervaringen die er is. Dus een beetje werken en een beetje vakantie. Ja, nou veel plezier daar alvast. We zien elkaar waarschijnlijk bij de Dutch Open weer. En succes vanavond nog. Wel goed bijblijven natuurlijk. Die scores die moeten wel goed staan. Ja, ik ga mijn best doen. Komt goed. Dankjewel. Dankjewel, Marco.